Het Safe City-project, dat door Telesuur en de regering is voorbereid, is vanmorgen opgeleverd. Het project behelst de installatie van 300 camerasystemen op strategische plekken in Paramaribo en Wanica. Deze camerabeelden worden gemonitord door het vernieuwde Comment Center, waar oproepen van zowel de meldkamer van de politie, de brandweer en het nummer van de spoedeisende hulp worden beantwoord. Het project is voorbereid en daarom ook officieel opgeleverd door Telesuur in opdracht van de afdeling e-government van het kabinet van de president, zegt Mike Antonius, directeur van Telesuur. Gadelito Hewaki, coördinator van e-government, heeft een presentatie verzorgd over het Safe City project en wat er allemaal mee gedaan kan worden. En velen zullen zich hebben afgevraagd, werken die dingen? Wel, die dingen werken allang. Want vanuit elke camera is er een 1 gig verbinding naar dit command center. Er zijn in totaal 300 camera's op 100 verschillende locaties. En dit project hebben we opgeleverd, of leveren we vandaag formeel op, binnen tijd en budget. Nota bene is er geld overgebleven. En dat geld gaan we stoppen in nog 25 palen in Wanica en Marowijn. En zoals de directeur ook net zei in zijn speech, Wanica en Marowijn in totaal 25 palen, 75 camera's die bijkomen in de maanden Q1, Q2 van het komend jaar. En videoconferencing staat ook daar, gaat maken dat de overheid minder hoeft te reizen. Er komt een highly sophisticated conference rooms komen op het ministerie van Buitenlandse Zaken voor conferencing. En eentje die er niet bij staat, maar ook belangrijk is, maar dat gebeurt meer naar het derde en vierde kwartaal, is dat alle scholen zullen worden verbonden op de GovGrid, waarbij diensten als e-learning kunnen worden geïntroduceerd het komend jaar. Volgens vicepresident Ashwin Adin is het systeem indrukwekkend. Volgens hem is het nodig om mee te gaan met de technologie en het is belangrijk te weten wat het project allemaal kan doen. Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie, is er trots op dat deze mijlpaal is bereikt. Volgens hem moet het veilig gevoel bij de samenleving met dit systeem terugkeren. Dat geeft wat ik noem in de oude zin wat we kenden als sociale controle, nu een vernieuwd gevoel van een we zeggen het in de negatieve zin controle, maar een sociale waakzaamheid van de regering, van het volk, van we zijn er voor elkaar, we letten op elkaar. En de beelden die er komen zullen natuurlijk voor de surveillance goed zijn voor de KPS, maar dat zal ook repressief werken naar de criminaliteit, als er eventueel gevallen zijn, dat men weet er is een toeziend oog. En dat is heel belangrijk. Het is ook belangrijk voor die dataverzameling, heb ik net aangegeven, want we moeten niet onderschatten, als we data beginnen te verzamelen, kunnen we morgen al voorspellen waar dingen kunnen gebeuren. En het is heel belangrijk, daar kun je als allerlei situaties ook van tevoren op inwerken. Ja, ik heb het vaker moeten zeggen, hoe belangrijk het veiligheidsgevoel is voor de mensen, welke we moeten creëren en hoe we ernaartoe toe moeten werken, dus dat het gewaarborgd wordt. En ik denk dus dat het Safe City project een immens grote bijdrage daaraan zal leveren. Ja? De mensen weten dat er ieder gevolgd wordt. Dat ook zij gevolgd worden. Ja, het gaat om dat gevoel moet je hebben. Hè? Want als je dat niet hebt, hebben we een probleem. Ik ben ervan overtuigd, ja, dat we in 2019, het is trouwens eerder ook al gezegd, een ander volk zullen hebben. Dat men weet van, we maken gebruik van ons mensenrecht. Die veiligheid welke die overheid moet garanderen. En er zijn de kleine stappen die we naar de juiste richting toe maken. Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie. En daarvoor Ashwin Adin, vice-president van Suriname. Zij spraken vanmorgen na de officiële oplevering van het Safe City-project. In Paramaribo en Wanica zijn op strategische plekken 300 camera's geïnstalleerd die via het Comment Center worden gemonitord.